Nou, ik zeg, dit busje, deze gasten, die hebben heel veel... Er was weer wat stagnatie op de weg, traffic jam. Er zit heel veel politie, maar het was weer waarschijnlijk een stukje georganiseerde demo van Extinction Rebellion. En die, ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Pionnetjes worden ingeruimd en ja, ze worden gefaciliteerd. Heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk. Ik heb altijd tegenwerking. Sowieso als ik een eenmansactie uitvoer en voor Bijbelzin ook. Kijk eens, wat is hier allemaal aan de hand, joh. Weet jij het? Stond er iets aangekondigd? Is Rutte in gevaar? Is hij nog premier eigenlijk? Weet jij dat? Is hij nog premier? Hij is nog premier. We gaan even kijken. Het is 14:45 en hier is weer een gefaciliteerde mars van Extinction Rebellion is hier weer bezig. En zij mogen wel in de buurt van het machtscentrum gewoon lekker lopen. Kijk eens, het is afgezet. En kijk, de Red Rebels, die zijn nu Black Rebels. Ziet er een beetje duivels uit eigenlijk. Lekker gezellig. Met een Soros-connectie natuurlijk. En zijn het Nederlandse of zijn het Engelse demonstranten? Stille tocht. Ja, maar ik ben het aan het becommentariëren. Oh kijk, herinnert u 1953 nog? Ja, deze mensen denken dat er een watersnoodramp aankomt. Kijk, er gaat er eentje voor ons staan. Nou, dit zijn de Black Rebels. Ze zien er niet zo gezond uit. Wat is dit, joh? Klimaatverandering. Maar ja, hoe zit het met de ziekenhuizen? Daar gaat het geld niet naartoe. Kijk, gezellig, lekker in het zwart, kom. Partij voor de Dieren, grote voorstander van de Partij voor de Dieren. Maar ja, hoe zit het met de rechtsstaat? Die is helemaal failliet. Je mag niet praten, maar wij mogen wel praten. Maar laat ons niet het zwijgen opleggen. Kijk eens, gezellig, de demo. Nou, niet gaan lopen kloten bij een andere demo. Oh, wacht even, wat is er? Nee, ga gewoon lekker ergens anders. Niet, die kloten? Mensen die, nee, die mensen die houden een demonstratie, daar kan je niet mee eens zijn of wat dan ook. Ga lekker ergens anders staan. Niet gaan lopen verstoren. Een stille tocht is het. Ja. Hoi. Hoi. We kennen elkaar, maar ga gewoon lekker ergens anders staan. Nou, we kijken. Ja. Den Haag vandaag. Zachtjes kijken. Want er was ook een security man hier ook met het rugzakje. Ja, deze mensen hebben ook allemaal een rug. Goedemiddag trouwens. Kijk eens. Nou, het is allemaal heel. Ja, sst, niet kijken. Ja, er mag niet gezongen worden. Nee, want... Oh, kijk eens, die sommige vinden ze een SP-Kamerlid geweest. Kijk, dat is heel goed. Perfect. De Wit is dat. Ja, dit is niet Kamerlid De Wit, maar zij was voor de SP. Zij heeft Kamervragen gesteld. Ik meen over Demmink of Bijbelzin. En, maar ik mag toch gewoon wel vragen... U heeft toch Kamervragen gesteld over Demmink? Toch? Goedemiddag, maar u bent toch niet bang? Nee, dit is een stille tocht. Ja, maar... Ga gewoon lekker je eigen ding doen. Laat die mensen gewoon... Maar zij, dat is een Kamerlid. Dat maakt niet uit. Die mensen hebben een demonstratie. Die willen dat op hun eigen manier beleven. Maar zij heeft Kamervragen gesteld over Demmink. Je hoeft niet overal meteen weer met je hoofd eraan. Nou, oké. Ga lekker op Binnenhof staan. Op, hè? Binnenhof. Ja, maar mijn zaak loopt toch. Misschien zie ik Volkert van der Graaf wel. Of Sjoerd van... Hè? Hoi. Of Sjoerd van der Wouw, die was op 6 mei 2002 op de hoogte dat Volkert van der Graaf Fortuyn had vermoord. Ja, en Esther Ouwehand is... Esther Ouwehand die deed niks. Die deed helemaal niks tegen... die liet mij vallen als klokkenluider. Ja, maar ja, Tim Vos die neukt met een konijn en met een hond. En dat is de man van Larissa Alwin. En hier ook, kijk, Extinction Rebellion krijgt gewoon alle medewerking van de politie. En Huig zeggen ze dan, je moet je ergens anders mee bemoeien. Nou ja, ik vind het maar raar. Hierom met paarden en al, joh. Wat een gekkigheid, joh. Dat is, vindt de Partij van de Dieren, dat vind ik een beetje tegenstrijdig dit, toch? Paarden inzetten tegen, met Extinction Rebellion. En daar staan die gezellige Black Rebels. En hier komt de politie en de ME. Want ja, stel je eens voor dat Huig Plug zich ermee gaat bemoeien. Wat een gekkigheid, joh. Kijk eens. Nou joh.
Wat een pijn op, joh. Wat is er met dit land gebeurd? Niet normaal. Ja, het is een zonnige donderdagmiddag. 14 oktober. Ik sta hier bij het kabinet van de koning. En ja, waarom sta ik hier? Ik heb een procesverbaal ontvangen van rechter Petra de Bruin. En dat is niet compleet. Dus ga ik, en daarboven staat er in naam van de koning. Maar ja, dan moet ik straks naar de koning toe. Want dan zeg ik van koning, de rechtspraak functioneert niet en ik kan het bewijzen. Sowieso belandde ik 1 week geleden in de Rotterdamse rechtbank. En daar had de zitting, het kort geding, nooit mogen plaatsvinden. Want degene die mij daar voor de rechter daagde, via part-time landsadvocaat Sikke Kingma, dat was Larissa Alwin. En Larissa Alwin heeft in Den Haag gewerkt als vicepresident samen met Petra de Bruin. Maar ze is ook vicepresident geweest in de Rotterdamse rechtbank. Dus sowieso had Petra de Bruin zich moeten verschonen. Maar ook, kort geding had er niet mogen plaatsvinden. En er staat er wel boven in naam, of het kabinet van de koning. Maar er staat er boven het PV in naam van de koning. Dus ja, koning Willem-Alexander, ik hoop, of grootmeester Chris Breedveld, ik hoop graag een onderhoud met u te krijgen. Want ik kan u zeer alarmerende dingen vertellen, feitelijke gebeurtenissen. Wat er, ja, u heeft ook recent een brief ontvangen met iemand met wie ik in contact sta. Ik wil graag met u praten, want het deugt niet. In de Rotterdamse rechtbank niet, in Den Haag niet, maar ook in Amsterdam niet. En waar nog meer niet. Ik hoop u graag snel te spreken, koning. Fijne dag.